Welkom bij vlog 80, nummer 80. En we gaan lekker naar de stad evangeliseren, helemaal cool. We komen hier net van Dennenweg 100. En, lekker geluncht. En, ja, hier een beetje de bloesem. En we gaan dus lekker evangeliseren. En kijk lekker verder, er gaan toffe dingen gebeuren. We zijn met Boas en Dirk hier in de stad. Hey. En we hebben een stoeltje mee. Hier is een stoeltje. Een keiharde glorie stoel. We gaan lekker zometeen bidden voor mensen. Hoi. Zo. We zijn nu een kwartiertje bezig. En we hebben nu al een been zien uitgroeien. En een aantal mensen mogen aanspreken. En gelovigen mogen aanspreken. En ja, het was helemaal tof. Het was gewoon mooi. En je ziet, iedereen is lekker bezig. Iedereen is lekker praten. Met iedereen. Helemaal mooi. Ik ben hier met 5 coole jongens. Yo. En als ik goed tel. En wat is er gebeurd? Ik ben langer geworden. Wow. Zo, we vallen hier tegen de vliegtuig aan. Ik ben langer geworden. Jij bent langer geworden? Ja, ik sta. Jij bent echt 2 centimeter langer geworden, hè? We hebben het gemeten. Ja, we hebben het gemeten. Want ik heb gebeden voor deze jongens dat hun benen uitgroeien. In Jezus' naam gebeuren de bijzondere wonderen. En het is ook gebeurd? Ja, het werkte. Het werkte. Jullie hebben gezien, hè, dat hij langer werd? Ja. Want, ik vroeg aan hem, wil je langer worden? En hij werd echt 2 centimeter langer toen we voor hem gingen bidden. We hebben vooraf gemeten, daarna gemeten. Letterlijk 2 centimeter verschil. En ja, awesome jongens. Ja. En wie heeft het gedaan? God, precies, Jezus. Halleluja. Hey jongens, jullie zijn toffe gasten. Ja, later, hè. Yo, ziens. De naam is altijd gek aan de We hebben dus eerst gemeten bij deze jongen. Ik ben even zijn naam kwijt. We hebben eerst gemeten hoe lang die was. Was eerst zo lang. Vervolgens is hij gaan zitten. Hebben we opgeschreven. En daarna was hij zo lang. Ze hebben allemaal gezien dat hij echt een centimeter of 1,5-2 is aangegroeid. Er gebeuren nu mooie dingen. Haar benen zijn nu een 1,5 centimeter uitgegroeid. En ze zijn vol verbazingen. Daarachter zien we een familie. Een christelijke familie uit Duitsland. En die herkende het wat we deden, beenlengteverschil en zo. En die bemoedigde ons aan, vond ons helemaal tof. Ze bidden zelf ook, helemaal super. En dus ja, mooie dingen gebeuren er. En ja, weet je, dit is niet de formule of zo wat ik toepas. Gewoon op iedereen lekker langer laten worden. Helemaal leuk. Nee, dit was iets wat ik specifiek ontving van God voor deze jongen. Soms, ik heb het wel vaker meegemaakt, soms zegt God tegen mij. Of heb ik het idee dat hij dat zegt. En dan doen we het ook gewoon. Maar het is niet dat ik gewoon iedereen aanschiet. En dat ik tegen iedereen maar ga zeggen van. Hey, been groeit uit in je. Nee, wil je langer worden? Dan kom dan maar bij mij. Dan gaan we voor je bidden. Nee, daar gaat het niet om. Uiteindelijk gaat het zelfs niet eens om de been die uitgroeit. Het is een manifestatie en een demonstratie van Gods liefde. Van Gods kracht. Van wie God is. Weet je? En God wil zich manifesteren. God wil zich tonen. God wil zich vertonen in jouw leven. In wonderen, in tekenen. Maar bovenal dat je de Heilige Geest in je hart hebt. Dat je vervuld bent met zijn rust. Dat je vervuld bent met zijn liefde, zijn vrede, zijn kracht. Dat je zijn rechtvaardigheid in je leven ziet manifesteren. En misschien dure woorden. Maar ja, misschien gewoon dure woorden. Maar de kern is gewoon heel simpel. Het gaat erom dat je die relatie, die connectie met Jezus hebt. En dat gun ik jou. Yes. Je hebt hem gemaakt. Maak het goed. Maak het goed. Wordt gelijk. Lees je voeten. Raak je voeten aan. In naam van Jezus. Geef van God. Krachtig ontvangen over deze man. Ja, ik ben. Geef de verandering. Op dit moment. Ik ook nog wat er. En op het laatste moment komt mijn moeder er ook nog even bij. Moeder! Hallo, zwijf naar de camera. Welkom op de vlog. Doei. Doei, mam. Leuk. Hey guys, we zijn hier weer terug in Vluchtheuvel. En het was echt geweldig daarbuiten op straat. We hebben nog een aantal andere wonderen meegemaakt waar je geen beelden van hebt gezien of gehoord. Zoals iemand die had rugklachten, iemand anders die had een been die een beetje uitgroeide. En dat soort dingen, gewoon geweldig. Voor een aantal mensen persoonlijk mogen bidden. Ook een paar rake profetieën hebben we ontvangen met z'n allen voor mensen. En dat was gewoon echt heel raak. En ja, het is gewoon mooi met z'n allen hoe we dat gewoon onder leiding van Gods geest kunnen doen. En ja, wil je dat ook? Wil jij ook daarin uitstappen? In genezing, in profetie, op straat?
mensen actief bereiken. Weet je, we hebben nu al een belletje gehad van iemand. Want we hebben deze flyers en geven aan mensen mee. Niet als flyers, maar gewoon of folders. Maar we geven persoonlijk aan mensen mee met een nummer erop en alles. Als we echt denken van, hey, maar diegene wilde echt dieper op ingaan. En we hebben nu al een belletje gehad van iemand. En dus, weet je, er zijn gewoon van die succesvolle acties. Je gaat met 10, 15 man op straat. En misschien komen er wel 4, 5 tot geloof. Misschien nog wel meer. Halleluja. En dus morgen zijn we hier weer. En hopelijk zie je de vlog op tijd. Morgen vanaf 11 uur Dennenweg 100. Arnhem. Ik hoop dat je erbij bent. Zie je dan. Yo.